Het aantal misdrijven in Drenthe is gestegen. Dat blijkt uit politiecijfers. Slachtoffers hebben last van de grote impact die bijvoorbeeld een overval heeft. Ja, mentaal wel, ja. Ik heb heel hard geroepen, ik ben verduvel niet bang. En nou, later denk ik wel van, dit komt niet goed. Nee. Omwonenden zijn niet blij met nieuwe bushaltes en laadpalen. Architecten willen niet dat bijzondere gebouwen in Emmen worden gesloopt. En het weer met Leonie de Poel. We hebben weer wat herfstige dagen achter de rug met een bult nattigheid en hoge temperaturen. Ook vandaag was er genoeg regen in de middag. Hoe de rest van de week eruit zet, dat zal ik straks vertellen. Goedenavond, maar eerst gaan we naar Hogeveen, want daar brak vanmiddag na een explosie brand uit op de bovenste etage van een huis aan de Lomanlaan. De bewoners, twee volwassenen en een baby met hun hond, zijn ongedeerd via het balkon het huis uitgekomen. De straat werd afgezet en een deel ervan werd ontruimd. De brand was snel onder controle. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Dichtbij het pand is vanochtend ook een auto uitgebrand. Het is nog onduidelijk of er een link is tussen die twee branden. Maar ook dat onderzoekt de politie. De brandweer denkt vooralsnog dat er bij de explosie geen opzet in het spel was. Het lijkt erop dat het een gasexplosie geweest is. Daarvoor heeft de Rendo ook de leiding afgesloten. En naar de verdere toedrag wordt nog onderzoek gedaan door de politie. Kun je zeggen dat het met een sisser is afgelopen? Nou, dat kun je niet helemaal zeggen. Ik bedoel, er is wel flink veel schade, maar gelukkig zijn er geen slachtoffers. Dus wat dat betreft zijn we blij dat dat met de sisser is afgelopen. Het aantal geregistreerde misdrijven in Drenthe is flink gestegen. Dat blijkt uit jaarcijfers van de politie. Vaak gaat het om misdrijven die veel impact hebben op slachtoffers en hun omgeving. Toen kwam iemand binnen met een geweer. En die hield met een geweer tegen de man wang aan. En hou, ik wil geld, ik wil geld. Rianne Schepers heeft een bakkerij aan huis in Witteveen. Een jaar geleden troffen zij en haar man een overvaller aan in huis. Het was de tweede in een korte tijd. En toen heb ik... Dus weet ik, was met mij alleen. Was ik puur alleen in huis. En toen dacht ik van, moest ik daar gaan zitten voor die tafel? En met geweer en een keer prikken in de rug. Naast dit misdrijf vinden jaarlijks in Drenthe steeds meer van deze zogenaamde high-impact crimes plaats. Zoals winkeldiefstal, bedrijfsovervallen en woninginbraken. Dat merkt ook slachtofferhulp. Zij bieden emotionele ondersteuning, maar ook praktische en juridische hulp. De laatste tijd zijn er meer cijfers van beschikbaar geworden. En zie je ook dat de reguliere misdrijven wat afnemen, maar dat cybercrime toeneemt. Vroeger ging men de straat op om dingen te doen, dingen uit te vreten. Nu doet men het vannacht in de computer. Zo moet je het een beetje zien. Maar natuurlijk is het zorgwekkend. Het speelt van meer in het verborgen af. Mentale schade komt bij beide soorten misdrijven vaak voor. Je moet je voorstellen dat jouw foto's op het internet circuleren bijvoorbeeld. Haal ze er maar eens af. Je ziet het vaak bij jongeren ook, hè. Dat foto's op social media worden gepost, maar het wordt ook vaak gebruikt om te chanteren bijvoorbeeld. En dat hakt er behoorlijk in. Je bent in je persoonlijke integriteit aangetast. Nu high impact crimes vaker voorkomen, dreigt een tekort aan vrijwilligers bij slachtofferhulp. Het gaat allemaal net aan. Het gaat net aan. Kijk, als je te weinig mensen hebt, lopen de wachttijden op. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend als je graag met ons in gesprek wilt over iets. En je komt op een wachtrij terecht. Schepers heeft nooit gebruik gemaakt van hulp. Ik heb heel hard geroepen, ik ben verduvel niet bang. En nou later denk ik wel van, dit komt niet goed. Nee. De dader van de overvallen in Witteveen is nooit gevonden. Daarom heeft Schepers camera's opgehangen en doet ze de deur niet zomaar meer open. Ze durfde ook een lange tijd niet meer het dorp uit. Het is niet meer leuk om te werken, nee. Je voelt je gewoon in een hok, vreselijk, s'avonds ook. Q-Bus heeft een nieuwe dienstregeling en de helft van de bussen is elektrisch geworden. En dat vergt aanpassingen aan bushaltes. In Lee en Anne maken omwonenden bezwaar tegen nieuwe bushaltes en laadpalen. Zonder laadpaal geen elektrische bus? Nee, dat klopt helemaal. We zitten nu in een situatie dat we wel in de nieuwe dienstregeling zitten, maar nog niet kunnen laden in Anne. Een logische plek zou zijn bij de halte waar we nu staan. Die zouden we dan verlengen en twee laadpalen plaatsen. Dat leek een hele logische. Alleen omwonen en de gemeente vonden dat niet de beste oplossing. Hier zien we het alternatief met een tijdelijke voorziening in de vorm van stelkomplaten en twee laadpalen en een transformatorhuis. Gaan we hier laden? Ja, dat past gewoon niet. Dit is de bestemming die hierop rust, dat is agrarisch en archeologisch. Dit is oud essenlandschap.
En daar past gewoon een, ja, eigenlijk is het een busstation. En dat past hier gewoon niet in. Een busstation, ja. Nou, feitelijk is het niet anders dan we net hebben gezien. Het is gewoon een halte met twee laadpalen. De laadplek is tijdelijk, want als de N34 verdubbeld wordt, wil Q-Bus daar de eindhalte met laadpalen bouwen. Hoe tijdelijk is dat tijdelijk? En als de bouw bij de N34 vertraging oploopt, wat gebeurt er dan na die 2 jaar? Dan wordt dit vast niet allemaal weer afgebroken, maar dan wordt die vergunning gewoon weer verlengd. Dus staan de omwonenden, Q-Bus en de gemeente 22 januari voor de rechter. Dit is het huis van de familie Kleeman, net in Lee komen wonen. En zij willen hier geen 2 bushaltes voor de deur, want er staat iedereen, zeggen ze, bij ons naar binnen te loeren. De familie Kleeman stapt naar de rechter en de provincie heeft de bouw van de halte stilgelegd. Maar omdat dit nou nog de enige halte in Lee is, rijdt daar helemaal geen bus meer. Dus testen Q-Bus en het OV-bureau een tijdelijk alternatief. We zijn nu aan het proberen of dit qua infra kan, dus of hij de bocht hier kan maken. En dat is een afweging. Daar kunnen we mede op basis daarvan afwegen of dit een tijdelijke route kan zijn voor deze buslijn van Meppel naar Bijlen. Alleen het hangt ook even van de tijd af, want we willen ook graag dat deze bus in Bijlen kan aansluiten op andere bussen, maar ook in Dievenbrug en in Meppel. We willen heel graag dat de bus gewoon aan de doorgaande weg hier bij Lee stopt, zodat de reizigers uit Lee daar gewoon goed kunnen instappen op de bus naar Meppel en Bijlen. Dus dit extra rondje, als het gaat lukken, is altijd tijdelijk. Dat is inderdaad tijdelijk en we hopen gewoon dat er zo snel mogelijk een nieuwe goede halte gereed is. Dorpsbelangen Lee baalt van de bezwaarmaker, want het dorp was blij met de nieuwe halte aan de Grote Weg. Of de bus toch weer tijdelijk dwars door het dorp gaat rijden, wordt binnenkort besloten. Architectuur.Drenthe Drenthe steekt een stokje voor de sloop van de gebouwen op het voormalige terrein van de gaszuiveringsinstallatie in Emmen. De gebouwen uit de jaren 80 zijn volgens het architectuurpunt uniek en behoren tot het industrieel erfgoed. Een groep architecten en adviseurs is druk bezig met een actie om de gebouwen te redden van de sloop. Dus de draagconstructie staat buiten de gebouwen. Ja. En de gevels zijn daar aan vast en het dak is daar aan opgehangen, zoals te zien is. Zodat het eigenlijk helemaal aansloot bij het bij de fabriek die gebouwd werd. Waarbij het geel dus het zwavel is, de groen de natuur en wit de reinheid. De reinigen van het gas. Maar dat gas is op en de fabriek is al gesloopt. Nu de NAM toch bezig is met het slopen en leeghalen van het terrein, wil zij de gebouwen ook gelijk meenemen. En dat is ook vanwege de hoge energiekosten. Eeuwig zonde, vindt de architect. Omdat een stuk industrieel erfgoed is. En aan de andere kant dat er dus nieuwe functies in de gebouwen kunnen komen. Het is een project uit de jaren 80, dus high-tech architectuur. En dat men ook daar vanuit die functies ook van deze gebouwen nog gebruik kan gaan maken. Want dan is het eigenlijk een win-win situatie. De NAM is nu wel in gesprek met de architectenclub om te kijken wat er mogelijk is. Architectuurhistoricus Noor Mens brengt daarom het terrein met de gebouwen in kaart vanuit historisch oogpunt. Dus zodat zij iets in handen hebben waaruit blijkt van wat is nou de waarde van deze gebouwen. En dan bedoel ik niet de financiële of de economische waarde, maar echt de cultuurhistorische waarde. Daar gaat het om. Het is heel bijzonder, ook omdat het een tamelijk groot ensemble is en niet één enkel gebouwtje. Maar dat is toch wel tamelijk uniek om uit deze periode dit soort architectuur te zien. Dus ik ben wel heel erg verrast over wat hier staat. Het onderzoek is eind februari af. Wanneer de NAM een definitieve beslissing neemt over de gebouwen, is nog niet duidelijk. Nieuwe foto's uit de Tweede Wereldoorlog geven een bijzonder beeld van Drenthe tijdens de oorlog. Het NIOD riep mensen op om alle kiekjes uit die tijd naar het Drents archief te brengen. En vandaag zijn er 25 uitverkozen voor een landelijk fotoproject. Een knokploeg van de NSB die een kijkje komt nemen bij het Hunebed in Rolde. Het is een van de foto's die na een oproep van het NIOD naar het Drents archief zijn gebracht. De oproep levert veel nieuwe beelden van de oorlog op. Wat heel leuk is geweest, dat de historische verenigingen, die hebben zelf in de loop van de jaren al heel veel foto's verzameld, ook bij hun achterban, bij het publiek. En daar konden we ook gebruik van maken, dus dat was al heel mooi. Maar er is ook bijvoorbeeld, zijn er particulieren al langsgekomen die inderdaad eens in de schoenendoos hadden gekeken van oma en daar allerlei foto's tegenkwamen. De vraag hier is, wie gaat er voor foto 1? Vandaag kiest het publiek uit al die foto's de 25 meest opmerkelijke. Die maken kans om deel te worden van een foto-expositie in de Tweede Kamer in Den Haag. Hoe kiest u welke foto moet worden?
op basis van de informatie wat er op de foto staat. Of die origineel is, of ik hem eigenlijk ook al ken, dat speelt toch mee. En ja, dan moet je dus kiezen tussen twee goeien, hè, eigenlijk. Veel foto's vertellen een verhaal waar men tot nu toe zelden of nooit een beeld bij had. Zoals deze foto van een Chanukka-viering in Kamp Westerbork. Vindt u het belangrijk dat die foto's boven water komen? Ja, dat denk ik. Goeie zaak, ja. Ja. U moet weer even stemmen, hè? Ja, nummer twee, ja. Dit jaar herdenken we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. Er komt ook een pop-up tentoonstelling met de Drentse oorlogsfoto's. Nou, wil je meer van deze oorlogsfoto's zien? De 25 foto's die zijn verkozen, die staan vanaf vandaag op onze website over 75 jaar bevrijding. Drenthe.75jaarvrijheid.nl. Vandaag was het in de ochtend nog mooi dreugen, maar in de middag kwam de regen alweer helder op Udelocht. Daang dat echt de hele dag dreug is, die hebben de laatste tijd niet zoveel. We zullen snel eens kijken of dat er de komende weken misschien inzet. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en wordt het dreugen. Komende nacht is het helder met een matige zuidwestenwind en een grote veer. Morgen is dreugen met tot ver in de middag zonnig weer en hoge temperaturen. Dus die de matige wind en de middagtemperatuur ligt rond de 9 graden. Dan de rest van de weken. Vrijdag is het rond de 10 graden bewolkt en in de middag is er kans op af en toe wat lichte regen of motregen. Zaterdag en zondag is dreugen met als uitzondering een enkele buien op zaterdagmiddag. Beide dagen wisselt zonne en wolken elkaar af en wordt het zo rond de 7 graden. Best mooi weer om hier in Spieren te wandelen bijvoorbeeld. Dankjewel Leonie. Hier kan je zo kijken naar jammen en benieuwd waarom zangeres Hannah May een paniekmomentje had toen ze de prijs voor beste talent kreeg op het Popgala Noord. Nou, kijk dan even op rtvdrenthe.nl of in onze app. En daar vind je uiteraard ook veel meer nieuws. Fijne avond nog, graag tot morgen. Dag.